Hi allemaal, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Marloes en ik ga je weer meenemen in mijn leven. Het is maandagavond, 6:15. En ik bedenk me net dat ik de vlog nog helemaal niet heb geopend, dus bij deze. Mijn outfit van vandaag is deze pantalon van Chiquelle. Deze die heb ik ooit van een webshop. Hoe heette die webshop ook alweer? Ik weet het niet meer. Sorry, van een van jullie. Als ik het nog bedenk, zet ik het in beeld. Als ik het ergens terug kan vinden. En al het anders, sorry. Het was iets met... Wauw, volgens mij... Ik weet het niet meer, sorry. Verder wil ik alleen even zeggen dat we vorige week geen wraps hebben gegeten. En ik ga Sven niet filmen. Want die heeft zijn mond vol. Molly zit verder hier buiten, maar die zie je niet, want dat is te licht. Oh ja, daar zit Molly. En Maukie is echt buiten aan het spelen, denk ik. Verder ben ik onwijs druk geweest vandaag, maar dat leg ik later wel eventjes uit. Maar er gebeuren op dit moment superveel dingen tegelijk in mijn leven, welke allemaal onwijs leuk zijn, maar ook allemaal mijn aandacht vergen. En dat kost veel energie, maar het is wel allemaal leuk. Dus ik ga niet verder klagen. Nu lekker eten en dan ga ik nu ook echt stoppen met werken, want ik heb wel de neiging om nu door te werken. Maar dat ga ik niet doen, ik ga echt gewoon chillen vanavond. En denk ik weer verder met Married at First Sight Australia, want och, ik zit er zo in, het is zo leuk. Wij zitten lekker bij het vuur. Dit is wel heel charmant trouwens, dit t-shirt onder deze trui. Who cares? Who cares? Sven heeft nieuwe cola gehaald. Cola Light Goji Berry Lime. Is die lekker? Ja, ik vind het moeilijk te... Ik vind het wel lekker. Ik denk dat die mango lekkerder is. Beetje bitter. Oh, ik vind het wel lekker. Ja? Ja. En hij heeft mij de exotic mango gegeven. Ik ben benieuwd. Niet de gewone mango, hè? Nee, een exotic mango. Ja. Dat is een hele verre weg mango. Ja. Niet de mango die in Nederland altijd groeit. Nee. Oh, deze ga jij lekker vinden, ja? Ja? Ja. Maar ik wil wel ruilen. Ja, maar ik heb allebei nog één. Ja, dat weet ik. Maar jij mag deze wel. Oh ja, deze vind ik lekker. Ja, ja, dacht ik al. Ja, deze vind ik lekker. Geef mij die maar. Zeker? Ja, zeker. Goedemorgen, het is dinsdagochtend 7:10. Ik heb mijn haar nog niet eens uit de knot gehaald nadat ik wakker ben geworden. Zo, nou, niet dat dit heel veel beter is, maar je snapt het idee. Ik heb een ontbijtje gemaakt. Bosbessen met kwark en muesli en een grote kop verse gemberthee. Ik ga ontbijtnieuws kijken en dan aan het werk. Ik zei al eventjes gisteren dat ik het echt mega druk heb. En alleen maar met leuke dingen. Want vanaf morgen kunnen jullie mijn online cursus kopen. En jullie weten het nog niet, maar morgen komt de vlog online waarin ik dat zeg. Dus ik moet alles echt helemaal goed hebben staan. 100 keer controleren of alles goed staat. Dus daar ben ik mee bezig. Ik heb natuurlijk gewoon mijn cliënten. Ik wil gewoon mijn video maken, mijn artikelen typen. Ja, ik moet declaraties doen vandaag, want het is de eerste van de maand en dan doe ik de declaraties van de vorige maand. En wat jullie ook nog niet weten is dat Rianne, die bij mij stage heeft gelopen, dat die zeg maar voor mij gaat werken in mijn diëtistenpraktijk. Echt onwijs tof, zij gaat haar eigen bedrijf starten als diëtist, of ze heeft haar eigen bedrijf al gestart als diëtist. En ik ga haar dan inhuren omdat ik het zo druk heb de laatste tijd.
En soms dan moest ik cliënten zeggen van ja, ik heb pas over 3 weken een plekje of zo. En dat wil ik gewoon niet. Dus Rianne gaat ook cliënten doen voor mij. Zodat ik het wat rustiger heb. En dat is onwijs fijn. Want dan kan ik dus ook af en toe een week het bewust wat rustiger maken. Zodat ik wat meer aandacht kan besteden aan andere dingen. Dus daar ben ik super blij mee. Maar dat moet wel allemaal goed geregeld worden en zo. Dus daar ben ik ook mee bezig. Dus mijn hoofd stroomt letterlijk over. Maar het is als het goed is voor niet een te lange tijd. En dat is prima. En het zijn allemaal hele leuke dingen. Dus dat is ook prima. Dus ja, top. Dit is echt typisch, hè. Op zo'n dag dat je denkt, ik ga gelijk aan de gang om 7:45. Want ik wil heel veel doen. Dan ben je eventjes de vaatwasser aan het uitladen. En dan tik je een glas tegen een ander glas. Waardoor die helemaal door de hele la ligt. Dus eerst moet ik deze hele la leeg gaan halen. En al het glas eruit gaan halen. Wat we trouwens wat Sven gisteren gekocht heeft, is een airfryer. En hij heeft hem gisteravond al even getest. En tot nu toe bevalt hij echt heel goed. Maar kan dit, wie kan me dat vertellen, kan dit in een vaatwasser? Ik ga nu even snel, want de vaatwasser is net leeg. Dus ik ga nu eventjes snel met de hand afwassen. Maar kan het in de vaatwasser? Het staat vast ook wel in het boekje. Maar aan jullie vraag is handiger. Let me know. Ook maar gelijk de stofzuiger er even bij gehaald. Want op de grond lag ook wat. Nou goed, de la is in ieder geval weer schoon. En de glazen kunnen weer terug. Oh jongens. Met zoveel dingen tegelijk bezig. En ook de kleinste dingen die normaal altijd goed gaan. Die gaan nu natuurlijk fout. Net nog even gecheckt met Sven. Sven heeft zeg maar mijn programma gekocht. En ja, dat gaat allemaal goed nu uiteindelijk. Er zit nog één klein foutje in. Maar als het goed is, gaat mijn coach die eruit halen. En voor de rest probeerde ik ook maar gewoon mijn consulten te declareren. Wat ik elke maand doe, wat altijd goed gaat. En nu heeft in één keer Vicoso een storing. En dat is zeg maar het portaal waar ik mijn declaraties naartoe moet sturen. Dus nu gaan mijn declaraties allemaal niet goed. Dus nou kan ik dat niet doen. Ik zou eigenlijk nog een artikel willen hebben getypt vandaag. Maar dat red ik gewoon echt niet. Want ik moet nu weg. Want ik heb gewoon vanmiddag cliënten. Maar dat is maar even zo. Er staan nog wat artikelen vooruit gepland. Dus jullie hebben wel gewoon wat te lezen. Maar oh, wat is dit een drukke periode in mijn leven. Echt niet normaal. Alles komt daadwerkelijk tegelijk. Maar nogmaals, het is wel allemaal onwijs tof. Dus ik houd mezelf dat de hele tijd voor. It's okay. Yes, jongens. Mijn programma staat helemaal goed ingesteld nu. We hebben nog even gecontroleerd een keer extra. Maar het doet het allemaal top. Dus ik ben helemaal klaar voor morgen. Dat jullie allemaal kunnen gaan kopen. Ik heb geen idee. Ik ben zo benieuwd morgen. Verder heb ik een aantal cliënten nog meer gehad. Een aantal adviezen getypt en ook verstuurd. Dus het gaat weer lekker. Ik ga alleen het niet halen om ook nog een artikel te typen. En dat was eigenlijk wel mijn planning. Maar goed, dat moet ik ook maar loslaten. Weet je, wat niet kan, dat kan niet. Ik heb nu nog 2 cliënten. Eentje om 4:30. Het is nu 1 minuut voor 4:30. En eentje om 5:00. En daarna ga ik 2 uur lesgeven. Een uurtje Latin dance en een uurtje pump. Dus dat is ook weer aan mijn lesgeven. Ik heb altijd een aparte lesgeeftelefoon. Een oude iPhone die ik ooit van Rashida heb gekregen. Rashida, hij werkt nog steeds. Dus die gebruik ik, want er staat mijn muziek op voor het lesgeven. Dan kan ik die gewoon alleen voor de muziek voor het lesgeven gebruiken. Ik ben anders altijd bang dat die ergens afvalt of wat dan ook. Terwijl ik aan het lesgeven ben. Dus die is ook alweer klaar. En dan nog 2 cliënten en dan even omkleden. Oh jongens, haasten vandaag. Ik vlog ook heel weinig, merk ik, maar ik heb er ook echt geen tijd voor. Ik heb nu precies nog 5 minuten om een nummer in te studeren. Dit is mijn outfit van vandaag. Nike schoenen, Gymshark broek, Nike shirtje. Ik ga een nummer oefenen en dan ga ik lesgeven. Ik zie jullie thuis weer. Ik ben weer thuis. Ik lijk heel witjes in dit licht. Valt wel mee hoor, dat ben ik niet. Het lesgeven was weer lekker. Ik kan nog niet helemaal wat ik kon, maar ik denk wel dat ik weer kan gaan opbouwen. Dus dat is wel echt heel chill. Ik heb nu een lekkere grote bak met havermoutpap gemaakt. Ik heb er een banaan doorheen gedaan. Ik wou zeggen, het is gewoon wat lichter, maar goed, het licht is soms een beetje raar. Maar ik heb er een banaan doorheen gedaan. Verder 300 ml melk, 40 gram havermout, 1 banaan dus en een scoop eiwitpoeder. Dus een lekkere goede herstelmaaltijd. Maar door de haast had ik ook nog niet zo heel veel gegeten vandaag. Nou ja, wel gewoon ontbijt en lunch en avondeten. Maar verder geen
tussendoortjes. Dus dan kan een grote bak havermoutpap na 2 uur sporten. Is wel heel erg lekker, moet ik zeggen. Dus ik heb er nu wel echt zin in. Ik ga straks lekker slapen. Eerst douchen, dan slapen. En ik ben zo benieuwd naar morgen, echt. Ja, ik ben gewoon heel benieuwd hoe jullie reactie is op de vlog. En of jullie al de cursus gaan bestellen. En ik ben gewoon zo... Ik heb er zo hard aan gewerkt de afgelopen tijd. En nu... Ja, kunnen jullie gewoon lezen waar de cursus over gaat? En kunnen jullie hem gewoon kopen? Ik heb er echt heel veel zin in. En ik ben heel benieuwd. En ja, we gaan het zien morgen. Goedemorgen! Het is woensdagochtend en mijn vlog staat online. Maar het is 7:30, dus er staat echt pas nog maar een half uurtje online. Maar goed, ik heb een ontbijtje gemaakt. Kwark met muesli en nectarine erin. De katten zijn zeer verontwaardigd, want gisteren mochten ze niet naar buiten. Want waren we de hele tijd weg. Ja, gisterochtend zijn ze even naar buiten geweest. En nu mogen ze ook weer niet naar buiten, want ik ga ook weer weg. Dus Molly zit daar heel geïrriteerd te kijken en Malky zit daar heel geïrriteerd te kijken. Wat is er, Molly? Ben je boos dat je niet naar buiten mag? Ja, ja. Kijk, ze me zitten aankijken. Joehoe, human. Laat ons naar buiten. Nee, dat gaat niet gebeuren. Ik ben helemaal enthousiast. Ik zit hier op mijn kantoor en de eerste bestellingen druppelen binnen. En allemaal enthousiaste reacties. En oh, wat heerlijk. Jullie zijn echt de allerbeste ooit. Dus ik ben helemaal excited. Nog steeds moet ik heel veel doen. Gelukkig gisteren wilde ik declaraties doen en dat lukte dus niet omdat er een storing was. Die is inmiddels verholpen, dus ik heb mijn declaraties kunnen doen. Dus dat is al heel mooi. Verder ben ik nu klaar met cliënten. Het is 1 uur, dus ik ga zo naar huis even lunchen. En dan ga ik verder met een artikel. Mochten jullie trouwens onderwerpen hebben, dat jullie zeggen van hey, schrijf daar eens een artikel over. Dus of daar wil ik meer informatie over, laat me zeker weten. Het is altijd welkom. Of je hebt bijvoorbeeld een leuk recept of zo die je zelf hebt verzonnen. Ja, laat het me gewoon weten. Vind ik altijd super leuk om te horen. Verder ga ik ook snel vanmiddag Molly en Malky naar buiten laten. Dan kunnen ze eindelijk weer eens een keertje buiten spelen. Dat vinden ze zo leuk. Hè? Ze hebben altijd zoveel plezier buiten. Dus dat ga ik ook maar doen, want die zijn al een tijdje niet meer buiten geweest. Nou, daar gaan ze hoor. Je ziet het niet eens. Nou, in ieder geval, de katten zijn er buiten. En ze waren dol enthousiast. Ik heb ook gelijk een chillbroek aangetrokken. Dat vind ik zo lekker, hè. Pumps uit, broek uit, chillbroek aan en gaan. Ik ga nu eens even... lunch maken. Ik denk dat ik zin heb. Ik dacht eerst van ik heb zin in iets wat me goed vult. Dus iets met ei. Dan doe ik altijd... ik ben de laatste tijd wel erg van brood. Maar ik ga nu gewoon volkoren boterhammen. Zijn het volkoren? Ja, ik heb Sven zo goed opgevoed. Hè? Die koopt nu ook alleen maar volkoren brood. Wat ik dan, waar ik dan op let... is dat er in ieder geval volkoren op het etiket staat. Maar dat alleen vult me vaak niet goed genoeg. Dus dan wil ik het graag eiwitrijk maken. Dus ik doe bijvoorbeeld soms met huttekees en avocado of zo. Of zoiets. Maar nu heb ik zin in eitjes. En ik dacht eerst ik ga eieren bakken. Maar ik heb niet zoveel zin in iets warms echt. Dus ik ga lekker eitjes koken. Ik ga 2 eitjes koken die op boterhammen doen. En dan wat kruiden erover. Top lunch. En dat houdt me dan echt gewoon lekker even een tijdje vol. En we hebben lunch. Yay. Ik heb er ook wat tomaatjes bij gedaan. En wat currypoeder over het ei. En een beetje Rebia frietlijn eronder. Top lunch als je het mij vraagt. Ik zit te werken en ik denk in één keer aan iets wat ik je zeker niet wil onthouden. Dat is namelijk, ik heb het altijd over mijn coach, zeg maar. En dat zij mij onwijs heeft geholpen bij het ontwikkelen van een online programma. En ik weet dat er heel veel ondernemers naar mij ook kijken. Die misschien ook wel denken over een online programma. En mijn coach heeft een gratis kickstart week. Waarin zij je helemaal gaat... inspireren, zeg maar, of je een online programma wil, of het wat voor jou is en hoe je daarmee gaat starten. Dus echt een super mooie kans als je erover twijfelt of als je al weet van ik wil een online programma starten, dan kun je dit dus gratis volgen voor een week. En ze geeft je echt super waardevolle informatie. Dus ik zou het je zeker aanraden. Dit is niet gesponsord. Ik ben echt puur onwijs enthousiast en mijn coach onwijs dankbaar, want anders zonder haar had ik het echt nooit gered. Ze heet trouwens Rosanne Rauben.
En ja, die kickstart weet ik, die kun je dus gratis aanschaffen. Ik zet de link wel eventjes hieronder. En ik zet hem ook eventjes in beeld. Zodat je kunt kijken of het wat voor je is. Maar denk je dus over het maken van een online programma, dan is het zeker onwijs waardevol. Ik ben ook ongeveer op zo'n manier bij haar terechtgekomen. En ik heb daar echt never nooit spijt van gehad. Dus mocht je er wat aan hebben, dan is dit je vrouw. Ik ben aan het koken. Natuurlijk moeten we de airfryer eventjes nog een keer uittesten. Dus we hebben nu gewoon frietjes erin zitten. Gewoon van die ovenfrietjes, zeg maar. Ovenfrietjes zijn trouwens niet zo gezond als dat ze misschien lijken. Want ze zijn vaak voor gefrituurd. Maar zoals je weet hoeft het voor mij echt niet allemaal helemaal gezond. Verder ben ik hier prei à la crème aan het maken voor Sven. Hier gehaktballen voor Sven en twee mini vega worstjes voor mij. En er zitten in de magnetron nog sperziebonen die ik nog in de diepvries had zitten. Dus die ga ik voor mij maken als groente. Zijn de patatjes lekker? Ja. Mooi. Fijn. Lekkerder dan uit de oven? Ja, vind ik wel. Oké. Nou, ze waren ook in de helft van de tijd minimaal klaar. Dus ja. Dat is wel mooi. Ziek, hè? Ja. Ja. Ze zijn wat knapperiger. Ja. Nou, fijn. Ja, heel fijn. Hey, Lieper. Ja. Ik moest echt hardop lachen om een comment van iemand. En ik heb je beloofd dat ik die vraag zou stellen. Ik word wel een beetje bang. Maar dat hoeft niet. Het gaat om golven. Oké. Okay. En zij, want ik had die op Instagram volgens mij dat gedeeld. En ik denk dat ze daarna op YouTube had ik natuurlijk ook jouw golfskills gedeeld. En toen kwam ze met de vraag. Zij dacht altijd dat dat poppetje van de Wii, dat die voor de grap zo met zijn billetje stond te draaien. Voordat die een bal ging slaan. En nu was haar vraag. Moet je dat doen? Ja. Want ik denk dat ze het jou ook zo. Mocht je niet weten, golfers, voordat ze een bal gaan slaan, staan ze altijd even zo. Oh, zo. Dat is Malky. God. Maar Malky zit nu daar boven op de kast. Nee, ja, dat doe je om. Ik doe dat om dan even lekker te staan. Maar alle golfers doen dat. Ja, maar je moet wel lekker staan. Ja, dat is echt, ja. Dus, maar dan sta je stevig of zo? Nee, maar dan ben je op zoek naar balans. Oké. Okay. Want als je zo gaat staan en je buigt voorover, dan sta ik zo. Okay. Dus dan zoek je balans in je voeten. Oké. Okay. Dat je op gras staat of zo, het gras een beetje plat. Nee, maar zo is het normaal. Maar als je voorover staat nu en je doet je knieën van het slot, nu moet je ook lekker staan. Voel je dat je dan anders komt te staan? Ja. Anders sta je veel te veel op je tenen. Oké. Okay. Nou, bij deze even je antwoord. En een beetje los, zomaar. En even zo. Het wee poppetje doet het dus ook. Ja. Maar ik moest er ook altijd om lachen. Ik vond het altijd net van die meeuwen, weet je wel. Die zo met, oh, we gaan trappelen voor wormpjes. Het is al zo'n indrukwekkende sport. Nou, je maakt het nog veel indrukwekkender. Malky, je staat in beeld. Ja, nou goed. Nou. Dat is je antwoord. Goed gezien. Goedemorgen, het is donderdagochtend 9:10 en ik ben al lekker aan het editen. Inmiddels is mijn stresslevel weer flink gedaald. En ik moet ook heel erg zeggen dat ik best wel trots op mezelf ben. Omdat ik zei wel, ik had ook echt wel stress hoor. Dat kon je ook wel aan me zien. En af en toe, ik ben nu aan het editen, merk ik ook dat ik heel snel praat. En dan merk je aan van ja, ik had echt wel een beetje stress. Of gewoon een beetje spanning in mijn lichaam door alles wat er gebeurde. Maar ik ben inmiddels ook weer helemaal gerustgesteld en het komt helemaal goed. En ik vind het zo leuk dat jullie ook zo enthousiast zijn. Inmiddels heb ik al 24 aanmeldingen voor mijn cursus. Echt, daar had ik oprecht, ja, natuurlijk, ja, niet verwacht. Dat is niet helemaal waar, want natuurlijk, je hoopt het wel. Maar ik durf het dan niet te verwachten of zo. We hebben nog eventjes voor de start, dus wil je er rustig over nadenken, doe dat. 21 september gaan we pas starten. Natuurlijk is het wel vol is vol. Maar voorlopig kan ik echt nog wel wat plekjes hebben hoor. Ik heb een maximum ingesteld, mogen jullie best weten, van 100 plekken. Omdat ik gewoon anders, ik wil iedereen gewoon echt goed aandacht kunnen geven. En ik kan er tijd voor vrij roosteren in mijn agenda. Maar het moet ook niet te gek worden. Dus ik wil de groep niet al te groot maken. En als het er, ik verwacht dat het er uiteindelijk minder gaan zijn hoor dan 100. En dat is ook helemaal prima. Maar ik wilde gewoon niet de kans lopen dat ik niet de aandacht kon geven. Maar goed, dan weten jullie een beetje wat mijn plan is.
De link naar de cursusinformatie waar je hem kan aanschaffen staat natuurlijk ook in de, zeg maar in de beschrijving. En dus ook die link naar de Kickstart Week van Rosanna, mijn coach. Trouwens, overigens, ik heb dat volgens mij helemaal niet duidelijk ooit gezegd. Maar zij heeft me helemaal geen korting gegeven of zo qua coaching. Of ik heb het echt gewoon volledig geïnvesteerd zelf. Het was een flinke investering voor mij en mijn bedrijf. Maar ik weet zeker dat ik het eruit ga halen. Dus dat is echt, ja, het is me alles waard geweest. Dan nu heb ik gekeken. Ik ga jullie eventjes neerzetten op Instagram. Wat jullie gedeeld hebben met hashtag Optima Vita. Of waarin jullie me getagd hebben met @OptimaVita. En ik ga er weer twee delen, zoals vaak in de vlog. Allereerst deze van Spiering87. Zij is aan het wandelen rondom Haarlem. En er zijn gewoon nog bloemenvelden. En ik heb gewoond in een omgeving waar bloemenvelden waren. Maar dat waren volgens mij tulpen en hyacinten vooral. En dat was dus echt alleen maar in het voorjaar. Ik wist niet eens dat er nu nog bloemenvelden waren. Maar dat is misschien echt heel naïef van mij. Ik voel me echt zo'n blond chickje die dat dan weer niet weet. Maar ik was echt oprecht verbaasd dat zij een foto had geplaatst van bloemenvelden. En het is duidelijk wel nu gemaakt. Want ze heeft er ook hashtag september bij gezet. En dan een foto. Ja, ik kan hier echt om lachen. Ik vond dit echt geniaal. Een foto van Fit bij Derk. En sowieso had ik gezegd dat als jongens foto's delen. Ja, ik vind het gewoon heel tof. Dus ik deel die graag. Dus zij kijken niet heel veel mannen. Tenminste, volgens mij is het nog ongeveer 33% man of zo. Dus dat is niet zo'n heel groot of niet zo'n heel klein groepje. Maar ze reageren niet heel veel. En Derk, ik klikte zijn account aan. Wat ik heel vaak doe als jullie me taggen. Dan zit ik jullie sneaky te bekijken. En hij heeft dus echt zijn hele feed vol staan met allemaal snacks. In de zin van frikandellen, kroketten. En dan heet hij Fit bij Derk. Ja, ik vind het echt. Ik vind het humor. Dus bij deze wilde ik Derk's foto heel graag delen. Nu ga ik de vlog verder editen en lekker verder aan het werk. Ik heb nog een hele to-do list staan, maar dat komt allemaal goed. De volgende vlog zal ook weer super leuk zijn. Ik ga onder andere met een vriendin naar Leeuwarden. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dat gaan we zaterdag lekker doen. Lekker shoppen en bijkletsen. Dus daar heb ik heel veel zin in. En ik zie jullie heel graag weer in de volgende vlog. En komende maandag zie je dus een uitgebreide video over mijn online cursus. En laat ik ook een sneak peek zien van de informatie die je krijgt. En zal ik daar meer in toelichten. Tenzij het natuurlijk dan vol is. Maar dat verwacht ik dus niet. Want nu gisteren zijn er 24 verkocht. Er zijn er nog 76 dus open. Dus ja, ik verwacht niet dat het zomaar vol raakt. Maar ja, je weet het nooit. Ik zeg er maar eventjes bij. Dankjewel voor het kijken en tot in de volgende. Doei doei!